Oké, dus 6 jaar geleden hebben we een roadtrip gedaan door het Oostblok. Heel veel mensen hebben dit gezien. Ik heb vandaag een hele lange versvulling gemaakt. Alles bij elkaar. Wij gaan weer voor het eerst kijken sinds jaren. Ik heb heel veel zin. Ik ben heel benieuwd. Turn it on! Oké, ja, ik ga hem aanzetten, oké? Wij van Standaard gaan onze tweede roadtrip doen. Dit doen we natuurlijk niet zomaar ergens. We gaan naar het spannendste gedeelte van Europa, het fucking Oostblok. We gaan daar ook een film maken ofzo. Yo. Wow, yo. Alles goed? What's up? Kom je doen? Roadtrip. Nee. Nou, we gaan dus 10 dagen op roadtrip. Dus t-shirtjes. Ja. Hebben we alles volgens mij. Dit is de tas. En ook sigaretten. Kijk. En dat was ik dus bijna vergeten. Toetsenbord van je Mac. De adapter voor je Wii. Te heftig, maar ik neem wel mee. Vliegenmappers. Alles is ingepakt en we zijn nu echt klaar. En we gaan ervoor. Op naar de volgende dag. Wakker worden! Wakker worden! Holy shit! Holy shit! Dag, gaan we koken. Een pannetje. En ik gooi er een vleugje. Beetje likken, beetje zo. Nou, die gooi je gewoon in de pan. Ja, het moet wel in de pan. Een vleugje melk. Knijpen hem ook een beetje open zo. En we zijn klaar. Jongens, eten godverdomme! What the fuck? Dit is gewoon kots, man. Weet je hoe fucking lang daaraan heb gewerkt? We hebben net de bus gekregen, man. Dit is hem. 15 inch velgen, jongen. Een goede toeter. Wow. Het gaat nu echt beginnen. But I'll be back. Zoals je ziet is onze oude monteur bezig met de olie aan het checken. Als je de olie niet gecheckt hebt, dan kan je niet weggaan, mionkie. Ja, die heb ik goed gegeten en gedronken, we kunnen tegenaan. Ja, is goed te zien, hè. Ja, oké, nee, is goed. We zijn de wc-papier vergeten. Let's go! We zitten nu 20 kilometer van de Duitse grens. Als het blauwe over voor fucking 10 dagen. Mensen gaan daar niet blij mee zijn. Ik noem geen namen. Robert? We zijn in Duitsland. Oké, laat het binnen. Hey! Wanna go with us? Yes, where you guys going to? Je zou denken dat het een lifter is, maar het is George. En George is nieuw bij Standaard. Na 4 uur rijden hebben de jongens unaniem besloten om dronken te worden. Ik heb Captain Morgan gevonden voor 12 euro. Hey, we're gonna get drunk tonight, bitches. Stik pimpoelie. Proost. Ah, fucking arschloch, stouw! Wat is dit nou weer, jongen? Wat is dit nou weer? Alles ging goed. Tot het thuis moest gaan plassen. Ja! Persen! Persen! Ah!
moet pissen, man. Ik vind het niet meer leuk. Ik moet echt nu pissen. 15 minuten. Al die k***. Stap uit. Zeg niet meer grappen. Oh, ze zijn een beetje lastig, maar niet lastiger dan de kinderen die ik normaal rijd. Stel je voor, je moet de hele tijd rijden en shit. Ik ga dus echt niet meer elke 10 minuten stoppen om te pissen. We gaan nou een mooie pisfles maken. Ik zeg nu al van tevoren dat dit een idee is waar ik niet aan heb mee heb gedacht. Ik ben niet groot, schapen, maar ik kan wel neuken. Toch? Let's go! We doen altijd een spelletje met Thijs, die dingen uit het raam gooit. En soms gaat het goed en soms niet. Ik ben niet dronken, ik ben gewoon... Ik ben niet... Ja, misschien. Tonight, I wanna get a break here with you. Goh, what the fuck? Nee, dit is kut, ook over de bank. Ik ben dronken, ik kan niks doen. En met die gedachte komen de jongens 5 minuten later aan... bij die enge Duitse jeugdherberg. Oh, wat is er gebeurd? We zijn twee fucking superchristelijke mensen. En wij wonen in een kelder. Echt? Duits? Wat? Dit geld is betaald? Ja. Ja, dat is betaald. Niet betaald. Dat is nul kredietkaarten gemaakt. Ja, dit is echt worst case scenario. We zitten in een fucking middle of fucking nowhere. En we hebben gewoon geboekt. We hebben betaald. I can guarantee. I can really guarantee it's coming Monday. Nee, laat me deze shit even handelen. If we like photocopy all our ID. It's like here. Here. It's like it says our name and our okay. Laat me even praten, vriend. Relax, gast. Je bent... Nee, niks. Laat me relax. Laat me even uitpraten. Als je zo doorgaat, dan willen ze ons zometeen niet meer laten staan. Nee, maar jullie zijn het nu aan het verneuken. Als het nu verneuken, is jouw probleem. Ik ga hier der geld. Ik mag een document. Ja, ik mag een document doen. We hebben gewoon 100 euro aan hem betaald. Ik heb het geld alweer terug. Het is gewoon geregeld. Wij gaan culinair doen. Lekker. Het is voor een haan in het Japans. Oh shit, een olifant. Ik denk als we godverdomme zeggen, of hoe zeggen we het Duits? Godverdomme. Geestenspiegel. Hallo? Dude, de lam gaat daar net aan. Fucking nee. Ga je zo snel mogelijk? Nee, ik ben het serieus. Ik moet nodig schijten. Net was het pissen, nou schijten. Laten we. Het is nu 2:30 en we gaan zeggen tegen Veras dat het 7:00 's ochtends is dat hij echt wakker moet worden. Veras, het is 6:30. Het is 6:30. Word wakker dan. Ja. Het is fucking 6:30. De jongens gaan nu door naar Berlijn. Nou, we zijn in Berlijn aangekomen. Het is alleen low budget en we gaan natuurlijk echt niet betalen voor parkeergeld. Dus onze accu is kapot. Ramadan, nicer! Ik heb gisteren een hele fles Captain Morgan gedronken en nu zie ik het gewoon fucking varen op water of zo. Hallo, ga je hier filmen? Gewoon gek maken. Die gypsies lieten scheten tegen tijd. Ja, fucking pikies. Dat zijn dus de fucking Duitse gypsies. Good sense, ill sense, crippled mankind. Dead kings, men. Kom je aan de hand van vanavond? Ho sbagliato tante volte ormai. Che lo so già. Dit is Polen. We zijn nu aangekomen in Polen en ik begin de soep al te ruiken. Mensen in het Oostblok ruiken allemaal naar soep, no offense. Gadverdamme! De jongens zijn aangekomen in Wrocław. We hebben net de sleutels van ons appartement hier in Wrocław, Polen. Het is allemaal geregeld, alleen er is net een klein beetje ruzie ontstaan. Veras is nou weggelopen en die moeten we dus even gaan zoeken. Zo, we hebben eindelijk een parkeerplekje gevonden in fucking Polen.
Ja, en ik denk eigenlijk dat het meer wij vijven tegen Veras is dan dat Veras iets tegen ons moet gaan zeggen. Want dit kan gewoon niet. We zijn nog steeds Veras kwijt. Fuck man. Ik ging er echt niet van uit. Maar hij doet het gewoon fucking. Ja, in je eentje in een vreemde stad zonder telefoon, dat is gewoon kut. Veras! Veras! Veras is na een heftig conflict met Erik weggelopen zonder telefoon. Heb je daar een lopen nog? Ja. Nee, ik heb echt geen flauw idee wat er nu aan is. Veras is nog steeds zoek en de jongens beginnen behoorlijk ongerust te worden. This is the end. Echt Veras, ik zeg het je eerlijk, je doet deze shit één keer per jaar bij mij. Eén keer per jaar ga je echt ver, man. Niemand loopt weg, het is gewoon niet handig, man. Nou, we liepen net in groepjes van drie gesplitst. Thijs, ik en Jeffrey die liepen een kant op. We hebben politie geïnformeerd en op een gegeven moment, ik kijk fucking op een marktplein en ik zie hem gewoon stil zitten. Hij zegt helemaal niks. Uren zoeken heeft Robert Veras gevonden. Ja, ik ben autistisch en soms wordt het gewoon te veel voor mij. En ja, ik moest gewoon even weglopen. Ja, ik ben gewoon fucking blij dat hij terug is, maar we gaan zo meteen even praten, want dit moet gewoon, wij hebben een hoop bespreken. Na uren zoeken is Veras weer terecht. Erik is ondertussen ergens achtergekomen. Hey Erik, waar ben je net achtergekomen? Dat zeg maar tequila, 3 euro of zo. Het is 2 voor de prijs van 1. Zeker, ja. Na een goed gesprek heeft Veras besloten zijn snor te scheren. Ik lijk nu echt te jong. Oké, nu ben ik minder chagrijnig. Standaard Crips. What's up, dumb? This is the motherfucking crib to be. Hey, kom binnen in een crib, dan, jongen. Hier, dit is de huiskamer. Kijk deze shit. Classy as fuck, jongen. Fucking iced tea. Swag, man. Yeah. De winkels hebben altijd die kristal. We zeggen fuck die shit. Taxi. Appelspread. Wie de fuck ben jij? Wat doe je met mijn crib? Dude, shut fucking in mijn crib. Dude, stop fucking voor de tijd. Deze dude. Let's go to the special room. Ladies. Hallo. This is where the magic happens. En daarmee bedoelen we Magic the Gathering. Swaggin. Oh. Ah, dit is gewoon walgelijk. Oh my god, dude. That's fucking disgusting. Ah ja, dit is onze douche trouwens. Iemand gaat dan morgen in douchen. Zet ook een tipbeetje dan. Oké. Het is inmiddels avonds en de jongens hebben honger. Oh, thanks dat je op dit moment filmt, terwijl ik in mijn oor pruiten. Tijdens het consumeren van een heerlijk pittabroodje komen de jongens een zwerver tegen. Oh, no, we are not. Go away. We don't like you. Go away. In my country. Hey, I know. Okay. In my country. Respect. Don't tell me that. No. Because you live from big problems. Respect. Don't say that. Ik heb net een zwerver een beetje hard afgezet. Die werd nogal gevaarlijk. Respect. Oké, Robert. Denk voortaan twice, man. En volgens mij haalt hij nu vrienden erbij. Welke Mogol gaat tegen jou zeggen? Het is party time. Behalve voor de emo's, Veras en Robert, die blijven thuis. Huh? No, we haven't. We smoked it all. Zijn dat hoeren? Ja, man. Die zijn gewoon hoeren. Die zijn gewoon hoeren. Zijn fucking hoeren, man. Ja, man. Fucking hoeren. Hoe duur? Die chick daar, zij loopt gewoon met haar vriendje. Weet je hoe zij mij aankeek? En weet je wat Erik daarmee wil doen? Na uren zoeken komen de eenzame jongens uit bij Club Mondo. Wat was het toch een gezellige club. Best is het fucking aan in de Mundo. Want als het uit is, word ik woest. I adore standard TV. Ik had 20 slot in, maar ik heb 35. Dit was echt een lekker wijf. Ja, ik ben Jeffrey. In Nederland score ik niet veel, maar in de club in Polen was het toch wel 3 keer gebeurd. Die chick is te dronken om te lopen. Echt een typische chick voor onze Sheffy. Maar zij is echt zo'n duckface slam, weet je. Kijk, je ziet bijna de tieten. Ik ben verliefd. Hou je bek, man. Doe eens gewoon normaal voice-over werk. Na een lange feestnacht
komt Thijs in zijn eentje bezopen thuis. Yo, Thijs. Ja, het is fucking niet chill, want Erik en Jeffrey, hun gaan letterlijk naar een fucking afterparty van... Nu? Ja, van kan. Haal ze even snel, ik wacht. Nee, dat kan dus gewoon niet, want er is niet met hun te praten, man. Thijs heeft in een of andere skiet zo'n stressaanval. Ik zeg het je eerlijk, op dit moment wil ik gewoon Erik en fucking Jeffrey op de trein zetten. Fuck hun. Iedereen is ver weg en George, onze cameraman, is vermist. George dronken, man. Déjà vu. Ja, George echt dronken. Ja, what the fuck, man. Ik ben echt serieus, man. Ik ben echt klaar mee. Ook vooral van Erik, weet je. Over een paar uur vertrekken de jongens naar Tsjechië, maar de Bikkels, Jeffrey en Erik zijn nog op zoek naar drank. Kijk wat ze van ons hebben. En ineens krijgen we shots. Blijf er aan binnen. Goedemorgen. Een man zonder vrouw is als een donder zonder bliksem. Standaard is kut. Oh, en serieus, deze man heeft mij gewoon net een kusje op mijn wang gegeven. Standaard is kut. Onze Erik heeft niet veel vrouwen aangetrokken vanavond, maar blijkbaar heeft iemand toch wel een oogje op hem. Bless him! Dit is gewoon kinderporno. We moeten 7 uur opstaan. Wat is dit? Ik bedoel, je hoort het aan me, je ziet het aan me. Ik ben daar, man. Maar ik denk fucking logisch na. Yesterday night we have lost one of our friends. Onze George is vermist. Fucking George. Where the fuck is George? Mensen van de crew die slaapt nog. Dus we gaan ze eens even wakker maken. Het is dag 4 en iedereen is kapot. Goedemorgen. We gaan nu Erik wakker maken. Hallo, Erik. Dit is Erik. Hij zei tegen mij, ik moet naar de fucking afterparty. Ik zei, misschien is het niet zo slim, Erik. Hey, want het is weg. De avond in Polen had ook een zwaar minpuntje. Er was namelijk ene George die mij beloofde van, hey, ik blijf hier. Kijk, daar heb je George. Wat een anticlimax. Ik ben niet helemaal, man. Ik ben net fucking bakken in de speeltuin. Volgens mij lult hij maar. En is hij gewoon verkracht? Hey, ik ben niet verkracht. Ja, heb ik godverdomme in een speeltuin van op de grond moeten slapen. Ik had het alweer helemaal gehad en dat was denk ik de derde dag. Hey, serieus, als iemand nog coke, ecstasy of wiet wil. Ik heb gisteren letterlijk een nummer gekregen. Het voelt echt alsof we in andere dimensies zijn. Jeffrey, die zou eigenlijk nu fucking moeten filmen. Kijk hoe die dude erbij zit. Jeffrey, sta je ook open? Eindelijk weg van die soeplucht. Ah. Dat was wel erg, joh. Ik liep gewoon naar buiten en er is daar gewoon zo'n meisje. Komt er gewoon zo'n Poolse man, slaat daar gewoon, smekt daar echt gewoon fucking hard in haar gezicht. Belachelijk. Hoe is dat mijn probleem? Hoe is dat mijn probleem? Oh shit. Ga me niet een beetje drank halen. Ja, we zijn hier bij de Tolpoort. We weten niet wat het kost, dus we hopen maar dat we genoeg geld hebben. Wij bent wel je kaart op volgens mij. Kaart op tegen. Engels, Duits. Oh, de nicht. Ze hebben hier andere lettertypen. Eenmaal aangekomen in Tsjechië gaan de jongens geld wisselen. Het lijkt echt net Monopoly dit. Het is fucking moeilijk. Check dit, we hebben hier Einstein. Kijk deze intense man dan. Als dat zeg maar haar kind is, is dit echt de grootste milfita aller tijden, vriend. Lego. De jongens gaan de stad in. Volgens mij neemt echt niemand me serieus. Brood kost hier gewoon 6 cent. Ik kan helemaal niks met 6 cent in Nederland. Op het leven. Nou, wat me als eerste opvalt is dat de soeplucht van Polen is zeg maar verdwenen. En daarvoor is zeg maar een soort van leverworstlucht in de plaats. Is hier goedkoop? Het is goedkoop. Ik ga verhuizen uit Nederland hier naartoe. Gewoon omdat er... Oh nee, wacht, want dan krijg ik ook weinig geld. Yeah,
best. Nee, maar je moet gewoon altijd Durex hebben. Nooit van deze goedkope shit. Wat de fuck maakt het uit, man? Je bent hier voor in Tsjechië. Ik loop er allemaal kleine Erikjes in, dat maakt toch niet uit. Ja, dat hebben ze allemaal zo'n kind. Dit wordt de tweede fles Captain Morgan en dit is pas dag 3. Niet meer naar school en alleen nog maar Captain Morgan drinken. Na een gezellige middag vertrekken de jongens naar de neef van George. Ja, wie wil allemaal koffie? We zijn dus nu aangekomen in het neefhuis van George. De jongens worden rijkelijk beloond met een typisch Tsjechisch ontbijt. Mm. Het ziet er een beetje uit als gekookte lul. We komen aan bij George's familie. Wordt er een freaking salamander op mijn hoofd gezet? Het nichtje van George haalt haar huisdieren tevoorschijn. Nee, ik hou echt niet van die beesten, man. Dit zijn twee mannelijke reptielen die openlijk uitkomen voor hun seksualiteit. Nee. En dat was wel gewoon echt tot nu toe misschien het oncoolste dat er gebeurd is op de roadtrip. Ik ga vanavond ook echt niet slapen om dit gewoon. Het nichtje van George had nog een huisdier. Alleen deze stond niet in de achtertuin. Volgens mij is dit toch echt de achtertuin. We zijn nu in een open veld. Het doet me een beetje denken aan Normandy. Weet je wel, die bestorming. Je voelt de spanning dichterbij komen. Ik ben verliefd. Het is avond. Tijd voor de kroeg. Maak me niet boos. Ik voel me een derde wiel. Veras die rook is echt gewoon de grootste grap ooit. Waar ik me echt verschrikkelijk aan kan ergeren, zijn mannen die zeggen dat ze geen billenman zijn en geen borstenman, maar een karakterman. Terwijl je even je dikke monster aan de bar probeert te regelen, gaan de jongens ballen. Fucking bowlingbaan in een café. De communicatie tussen Jeffrey en het Nijlpaard is bar slecht. De oplossing? Google Translate. Ik probeer dus zeg maar die chicks te chanteren. Moet fucking via Google Translate. Het is ook gewoon het enigste meisje. Ja, het moet gewoon gebeuren, weet je. Het is dag 4 en de jongens worden wakker in het paradijs. Behalve Jeffrey. Oh, kramp. Kramp? Kramp. Vers gemelkt. Wat is het dan? What is het? Vera's begint de dag goed met Tsjechische paardensperma. Raak, nee, raak. What the fuck is dat? Ja, paardensperma. Ik vind het echt heel vies. We gaan blijkbaar wiet roken. Sommige dingen moeten gewoon af en toe. Thijs is nu al denk ik 3 dagen aan het ontnuchteren. En gisteren zei hij, ik voel me echt zo goed. En, Hoe het hem lukt weten wij niet. Maar Thijs is nu onderweg om illegaal wiet te kopen. Ja, voor 10 euro krijgen we dit. Het ziet eruit als best veel. Ik baal echt jongens. Voor mij is wiet de helft van mijn leven. Het is gewoon mijn medicijn. Robert. Ik hou mezelf in de zetten. Wil je een jonko? De jongens bevinden zich nu in een stad. Veres legt uit welke stad. We zijn nu in Ostrava, een van de mooiste steden in Tsjechië. Maar voor nu genieten we van dit prachtige uitzicht. Hier. In Ostrava! Wow! Dead ass! Dat verstaan ze zeggen. Oh ja, shit. Ons is een soort van internationale. Oh ja, ja. Wow! Die anus! Nou, daar zijn wij even een beetje geld te dansen. Ga ik naar de toe, gaat ze meteen weglopen. Wat is deze? Ondertussen bij Robert. Ben ik weer. Was een dagje echt helemaal ziek geweest. Maar ik heb de hele dag kon ik niet eten. Ik kon geen eens een slok water binnenhouden. En om eerlijk te zijn, weet ik veel waar het aan ligt. Ik mis wiet. Moet ik je afvragen? Ja. Nee, lukt niet. Behalve lelijk is Erik ook een artiest. En dat wil hij aan de hele wereld laten zien. Mijn voeten doen pijn. Ondertussen bij Robert. Ik loop al sinds mijn 16e elke dag. Dan ben ik een normaal mens. Ja, als je nou op vakantie gaat, ik heb al 2 vakanties daardoor naar huis moeten gaan. En ik ga zo meteen een jointje roken. En dan doe ik even weer een stukje praten.
Vanavond gaan de jongens blauwen, thuis, bij de illegale drugsdealer. Vegas komt de auto in en is enorm geschrokken. Toen liep ik de badkamer binnen en zag ik de tante van George naakt. Ik ben echt bang dat George op een gegeven moment echt gewoon gaat snappen. Hij fokt me naar een inrichting of zo. George is boos op mij. Hij fucked up. Wow. Robert voelt zich weer goed. Halleluja. Alles in de kamer is wiet gerelateerd. Ik wil naar huis. Ik wil niet meer. Dag 5. Ik ben verkouden en vandaag gaan de jongens de wildernis in. Tweede, als ik irriteer me echt aan die kop van jou de laatste tijd. Ik kijk zo depressief. We gaan barbecuen. Ik ga de jongens leren hoe je echt een tent opzet. Ja, even. Dit is de Crimson Chin. Die is weer lekker chagrijnig. Let's go to Klein Amerika, a.k.a. de Grand Canyon, maar dan in het klein. Allerlei dingen. Dus ja, eigenlijk gewoon allerlei nieuwe ervaringen. Gewoon too much fun. Ja, ik zit echt gewoon vol te genieten. Op een gegeven moment, Robert dropte een cd van onze favo-artiest Steen. Please, die lijkt mooi druk heel de dag. De chauffeur is echt een fucking retard. Ja, ik kan me echt kapot aan irriteren aan zulke mensen. Ik ben de chauffeur, ik ga gewoon rijden. Als ik plezier kan hebben, is het leuk. Maar daar merk ik wel dat er gewoon een paar jongens in de groep waren. In het bijzonder Erik. Dat ziet van, ja, ik wil gewoon uitgaan. En voor de rest interesseert me niet zoveel. Ja, die hele klik tussen mij en Robert lag er echt totaal niet. Gewoon... What the fuck, man? Over! Probleem, jongen, mijn goal. Oh, dit is een fucking worstel of zo, man. Zo'n zwarte, zo'n face. Het is gewoon een mug. Ga met die gozer. Hey, pussy. Met een gefrustreerde Erik in de auto vertrekken de jongens verder naar Klein-Amerika. Iedereen is met stress, maar ik ben met pizza. We gaan nu naar een plek waar echt bijna niemand vanaf weet. Kijk, dat ziet er vet uit. Een beetje hoog. Ik hou afstand. Dit is de Crimson Chin. Erik en onze chauffeur Robert hebben hoogtevrees. Hij loopt gewoon te huilen. Erik, weet je hoe ziek dat is? Wil je het doen? Let go. Nee? De enige manier om naar beneden te komen is via een touw aan een rots. Ik krijg maar echt een klein stukje touw, niet de hele weg. Ja, ik hoef echt even niet te kijken, want als een guy fucking te pletten valt. Weet je, doe het voor de koep, ik ga als eerste. Fuck man. Dat was helemaal leuk opeens, zat je? Nee. Er is hier gewoon iemand dood gegaan. Hoe zijn we Nou, die gasten durven dus hier niet vanaf. Ik inmiddels ook niet. Wij zijn team pussy, toch? Team pussy. Kom joh, team pussy. De flikkers die staan nog steeds daar boven en ze willen maar niet naar beneden. Ja, laten we maar gaan doen, man. Nou, ik ben blij dat Veres toch heeft besloten om het niet te gaan doen. Ik ben militair geweest, ik heb dit soort dingen ook gedaan. En zelfs ik doe het niet.
Poesie. De jongens willen barbecuen en halen vlees bij de oude vertrouwde Lidl. Huh? Hebben ze dat ook in Tsjechië? Ja, en nou mag je weer je bek houden en verder kijken. En we gaan nu... Hé, hey, je gaat het er niet nu uitgooien, hè, Mogol? Nee. Dit vind ik echt niet cool, man. Nee? Robert ziet vanuit zijn ooghoeken een potentiële kampeerplek bovenop de berg. Ik ga nu met mijn worsten gooien. Dit wordt de plek waar de jongens vanavond gaan overnachten. De Jeffrey smakt gewoon echt als een kleutertje. Mam, hoi, hey. Ik heb nog 100 kronen of zo. Ja, zou ik misschien wat geld kunnen lenen, weet je? Is goed. Ik hou van je, kusjes, doei. Hey, vijf. Ik hou van je, werkt altijd. Voordat ze kunnen gaan barbecuen, moeten er stenen verzameld worden. Je weet ook gewoon hoe deze allemaal werken, of niet? Nee, ik vraag het niet aan jou, want van jou weet ik het antwoord wel. Veras en Jeffrey, gecombineerd met alles wat zeg maar met helpen te maken heeft, is zeg maar gewoon fout gelopen door hun. Ik zag jou serieus al met je voet tegen die barbecue aankomen. En dit is waarom ik het fucking zei. You. Ik ben geen Mogol. Wel. Ja, oké, maar... Wel, en Jeffrey ook. Dit is gewoon discriminatie. Ja, discriminatie. Jullie zijn gewoon fascisten. Ik ga de slaaf voor jullie maken. Het is inmiddels donker en er moet een kampvuur gemaakt worden. Er zitten hier wilde bloemen die je kunnen opeten. Shit. What the fuck is dat? What the fuck? Wat zou allemaal gebeuren dan? Dit lijkt me een klus voor Team Pussy. Oh, hey, wat de fuck loopt daar? Dat ben ik. Oh. Wow. Oké, oh shit. What the fuck? Ik ga echt niet meer in het bos. Volgens mij zitten daar heksen. Oh my god. Het is ons gewoon geluk, man. Een fucking vuurtje maken. High five. High five, die die. Voor het slapen gaan poetst Vera zijn tanden. Oh, hoe moet ik dit nou eruit gaan drinken dan? Oh, dat wordt echt gek. Nachtje! Nee, ik moet. Onze overgebleven mannen zijn dronken. Zoals altijd. Tijd voor een weddenschap. Ja, wij gaan zo meteen naar die geit en we gaan die bel jatten. Let's go! Ik ben een beetje aangeschakt, man. Gaat dit is echt niet chill. Pak die bel. Ik denk, dat voel ik de hele tijd verschrokken. Ik sta gewoon tegen het schietpraat aan. Bij deze heeft hij wel. Welkom bij dag 6. Onze jongens worden wakker in de wildernis. George sliep zonder tent buiten en werd minder plezierig wakker. Rode mieren hebben George zijn handen kapot gebeten en hij moet hiervoor behandeld worden. Onze Erik heeft het er vanochtend moeilijk mee. Ik voel deze dagen wel echt veel minder dan de andere dagen. We hebben hier alcoholdoekjes. Gaan we even George pijn mee doen. Ik denk als een tering. Yo, goedemorgen gasten. Ik heb dus net lopen kakken. Robert had mij lopen filmen. Yeah. Toen zag je mijn kont. Dit is oprecht het ranzigste shot van de hele roadtrip. Vandaag gaan de jongens naar het Lipnomeer. Een typische Nederlandse camping in Tsjechië. We zijn hier aan het Lipnomeer. We gaan nu even checken of we hier een goedkope campingje voor een nachtje kunnen regelen. Het is ongeveer 750 kronen per nacht. Als jullie mij allemaal vanavond een biertje geven, dan betaal ik dit. Op Vera's de kosten! Een aardige actie voor een debiel. Nee.
Dank je. Vandaag krijgen onze jongens training van Robert. Geef de tent wat liefde. Start. Niet de tent. Wees maar eens even 5 keer een push-up. Dit is een push-up toch? En nee. Oké, nou lukken. We gaan het jou wat moeilijker maken. 1. Nu pakken jullie de stokken. Hé, gast, hou nou even op. Oh. Beras kan dus echt helemaal niks. Alles wat hij met zijn handen des doods aanraakt, stort in, gaat kapot. Eigenlijk mag hij na deze scène, mag hij gewoon nooit meer meedoen met iets opbouwen. Oké, jongens, kom. Ik ga even helpen. Nee, jij mag supervisie doen. Er heerst vandaag een lichte spanning tussen Veras en Erik. Nee, wat er nu aan de hand is zeg maar, ik had mijn ten... Ga nou eens weg. Je bent gewoon aan het verneuken. Alles laten vallen, alles omstoten en echt gewoon bloed onder mijn nagels vandaan gehaald. Ik heb mijn tent meegenomen en Raak. Ja, ik heb het gehad over grenzen toch, Veras? Ik heb mijn tent meegenomen. Veras, jij gaat nu om de hoek staan. Ik ga je straks echt heel hard slaan. Ik heb een tent meegenomen. Eigenlijk gewoon, Veras, je praat er nu doorheen. Oké, is goed, ik ga weg. Gek. Het is etenstijd. Vandaag doen de jongens culinair patat met steak. Ze serveren hier dus gewoon bier en Sprite. Nee, helemaal. Cheers. That's life. That's life. That's what all the people say. Wat een smerige gast hier, Robert. Scheten laten, ballen laten zien, nog meer scheten laten. Gisteravond waren we al erg moe, dus ik vraag aan Veras, zal ik jou vroeg wakker maken? Nee, we gaan iedereen laten uitslapen, goed uitgerust zijn. En wat doet die mongool? Komt hij om 7 uur 's ochtends iedereen wakker maken? Het is 8 uur. 7 uur. Wat? Dus hij gaat nou douchen en deze jongen die wordt met ijskoud water gevuld. En dan zullen we hem eens even goed wakker maken. Het is tijd om Veras terug te pakken. Ik lach nu omdat het in het script stond. Maar in de realiteit vind ik dit helemaal niet grappig. De avond is aangebroken. Wat gaan we doen vanavond? We gaan vanavond uit en oud. Ik ga niet vreemd vanavond. Iedereen gaat wiepen vanavond. Waar zijn Thijs en Jeffrey? Thijs en Jeffrey hebben ondertussen 2 chicks geregeld. Ja, zij gaan gewoon voor die underage jailbait. Erik gaat het begrip jailbait uitleggen. Jailbait zijn meisjes van 15 die eruit zien alsof ze 20 zijn. Waardoor je met je dronken kop denkt, daar kan ik wel een trucje op. En dan doe je dat en dan komen ze ineens naar de politie. Maar ik ben zo jong en hij is zo oud. En dan moet je naar de gevangenis voor je hele leven. We zijn net aangekomen bij de ski. We hebben 3 leuke mensen ontmoet op de camping. Die zijn gezellig met ons meegegaan. De andere jongens zijn nog steeds op zoek naar een club. Music bar, après-ski, verfrissingen, dranken, party. Nou, we hebben dus net het hele centrum uitgecheckt. En helaas, het enige wat open is, is die après-ski bar. Hey ho, la, hey ho, la, la. Er moet wel ski muziek gedraaid worden. We zitten zo, we zien wat chicks buiten en we zijn, oh, even kijken, want er zitten buiten wel chicks. Zit ineens fucking Jeffrey daar. What the fuck doen jullie hier? Het kan dan ook geen toeval zijn en de jongens worden weer hereen. Yeah. Dit is boer Jos, de broer van de dames. Al die vrouwen die willen gelijk staan aan een man. Sla eens een keer een vrouw, ga ze zeuren van... Ah, je mag een vrouw niet slaan, maar feminisme is gewoon fucking gelijkheid tussen man en vrouw. Een van de chicks irriteert zich ondertussen aan Robert. Deja vu. Nou, gewoon, hij gedraagt zich veel jonger dan dat hij is. Hij moet zich gewoon aan zijn leeftijd gedragen. Ik vind het gewoon dood irritant. Niemand weet toch waarom je hier op die aarde bent. Het enige wat belangrijk is lol, man. Nee. Het is gewoon fuck bitches get money, jongen. Je had het over Erik. Toen zei ze, wie is dat? Die dikzak. Jeffrey ziet de chick helemaal zitten, maar boer Jos, die wil graag geld zien. Ik ben gewoon broer van haar. Maar hier, dit zie je nooit. Dit zie je nooit. Ik denk gewoon van, wat the fuck. Hey, maar deze wou je wel open doen, hè? Boer Jos is een tikje aangeschoten. Nou, Jos doet een beetje raar op het moment, hè Jos? Ik laat net toevallig mijn bier vallen. Let's go.
is dag 7. En omdat er per ongeluk wat materiaal is gewist, gaan we gelijk door naar dit fragment. In school en echt serieus jongen, die, hey, dit is niet dit geen racistische shit erop. Vandaag gaan de jongens naar de hoofdstad van Tsjechië. Robert die doet inline skaten, dat is fucking gay. Inliners hebben ballen, jongen. Durf jij 6 meter hoog op een gebouw naar beneden te springen met die wieltjes op de rand? Voor fucking 100 euro doe jij dat ook niet hoor, vriendje. En in Den Bosch had je rollenpark, had je een vert van 6 meter 20 hoog. Daar ging ik gewoon een stand-in vanaf. Vroeger had je 2 partijen bij de skatebaan. Ja, maar jij was geen... Inline skaters? Gay. En skateboarders? Awesome! En zo is het maar net. Ja, we zijn nu bij de reserveringsbar. Eenmaal ingecheckt bij het hotel, is Thijs lichtelijk geïrriteerd. Ik vind het niet normaal. Waar is de mannetje die ons koffers uitpakken naar de hotelkamer brengt? Deze zwervin is op zoek naar een sigaret en Vera's ook. En ik weet echt niet wat ze hier in het eten of drinken stoppen, maar praktisch 90% van de Jimmy's die ik hier zie lopen zijn gewoon fucking lekker. Praag is een stad vol met prachtige dames. Ik wil hier wonen man, ik wil hier blijven. Ik wil hier voor altijd blijven en gewoon, desnoods slaap ik op straat, I don't fucking care. Veras, kom met een voorstel. Zullen we samen wonen? Gaan wij hier samen wonen? No. No man. Goed is Ah, dat deed echt pijn. Verder de stad in komt Erik deze twins tegen. Geile tweeling die allebei gewoon fucking gaal kunnen zingen. Veras is erachter gekomen hoe de mensen in Praag geld verdienen. Ja, dan krijg je geld. We zijn dus aangekomen bij blijkbaar een speciale brug. Ja, ik ben eigenlijk gewoon meegaan voor de jongens. De jongens wouden het graag zien. Kutbrug. Het is gewoon van steen gemaakt. Hier achter mij, Karelsbrug. George die zit nog steeds de fucking brug de hele tijd onder een foto's te maken. Het is een fucking brug. Hoe leuk kan het zijn? Het is bedoeld om 2 gebieden met elkaar te verbinden. Het is een fucking brug. Thijs is ook niet echt positief. Ja, ik vind het echt niet in niks man. Fucking deze brug. Moet ik er waarschijnlijk ook nog eens helemaal overheen lopen, 2 keer, heen en terug. Het is tijd om te eten en ik heb zelf ook wel honger. Dikzak. Het is een prachtige dag. Praag is een prachtige stad. Ik heb honger. We hadden het op zoek naar een shirt. Koop het uiteindelijk gewoon een fucking blouseje. En opeens wil Jeffrey mij neuken en shit. Het wordt nacht in Praag. En de jongens gaan de meest epische avond uit hun leven beleven. De avond begint goed. Robert laat zijn piemel aan iedereen zien. Thijs en Erik zijn behoorlijk aangeslagen door het beeld wat ze nooit meer zullen vergeten. Wat is er weer aan de hand? Ja, hij moet zijn fucking dek show. Kun je doen aan die guy? Dit is echt bijna de fucking druppel, vriend. Ik word echt. Maar the show must go on. Het is tijd voor een nieuw standaard Cribs. Welkom bij Standaard Huis. Hey Robert! Hi! Wij hebben een badkamer. Het is wel gezellig. Heel erg gezellig. Ik lag gisteren met Erik in het bad. No homo! No homo! Hey Veer! Zoals je kan zien is deze kamer van de nodige luxe voorzien. Zoals een ventilator, ramen, flatscreen, televisie. Dit was het dan wel weer. Mogen we jullie vriendelijk verzoeken om weg te gaan? Juist, het is tijd om uit te gaan. Jongens, komen jullie mee? Nee, fuck die shit man. Thijs en Jeffrey gaan niet mee. Even serieus, wie heeft nou gepoept? Ik. Niet oké, man. Praag is een gevaarlijke stad. Zelfs onze Erik is bang. Wat is er aan de hand in deze stad, jongen? Er reed net een auto langs en die stopte midden op het zebrapad. Een van die gasten in de passenger seat, zeg maar, die pakte gewoon zijn gun. En die ging zo, Tsjechië is fucking crazy. Oké, we gaan nu de bar Coyotes in. Dit is een film, die heet ook Coyote in. Coyote Ugly. We hebben net binnengekeken en er zitten best wel veel chicks aan deze plek. Het zit daar vol met potentiële slachtoffers. Slachtoffer? What the fuck? We gaan hier gewoon fucking veel drinken en gewoon lekker blijven zien. Nou, drap niet. Let op,
dit was een leugen. Zullen we dit meertje opbreken en gaan? Veras ziet iets opmerkelijks. What the fuck? Het is net als die ene film die Coyote heet. Film heet Coyote Ugly. Laten we naar de volgende club gaan. De binnenstad is duur, maar Erik komt met de oplossing. Dus wij gaan naar een supermarkt toe, we halen daar een flesje vodka. We gaan die snel leeg drinken en dan gaan we naar de club. Are you German? Ja. En Schuldigun. Ja, sorry. Nice. Verder in de stad komen de jongens een fan tegen van Headhunters. Oh yeah, Headhunters! Headhunters! Tup 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 tup. Join to the hardside party. Robert heeft weer een soulmate gevonden. Yeah! Will Headhunters be on Tomorrowland? Yes! Hey! Oh my god! Frequencies! I like your country, marijuana country! What the fuck is going on? I need a headhunter and all your skin! And everyone, everybody! It's hard to... Ja, nu is wel genoeg, Mogol. Anyway, we need to go! Daar is hij hoor, de Vietnamese mini-store. De jongens zitten in een dilemma. Wat moeten ze kopen? Zoveel keuze. Durven we dan? Absint. Ik ben echt dronken. Ja. Hij ging naar het bier drinken en hij was het. What the fuck? Behoorlijk aangeschoten kwamen onze jongens de Engelsen tegen. Are you from England? Yeah. Did you meet Harry Potter? Yeah. I fucking love that movie. De Tsjechische straten zitten vol met proppers. Where the fuck can we find pussy? You can find pussy in our club, Rio, Rio. Slap the pussy, slap the wet pussy. Midgets show. I wanna see midgets. You can kick them for free. Student discount. He's 30 years old. Student discount. Let's go to Kamaluk. Yeah, where's the club then? 25 meters. That's too far, man. I love standard TV. Veras heeft een techniek gevonden om proppers te vermijden. We're gay, we're gay. Het is echt niet cool. Awesome. What? Veras! Veras! Seriously, you look like him. I'm more accused. Bye bye, Veras. Rot op, Veras. I like me, man. Ik dacht echt voor een aantal seconden van what the fuck. Hoe heeft Veras ineens een chick aan zijn arm dan? Hey, we moeten nu echt naar de club. Genoeg gekut. De jongens gaan naar de grootste club van Europa. Die bestaat uit 5 verdiepingen. Elke verdieping is een ander genre. En Erik betaalt. De eerste verdieping... ijskast. De tweede verdieping... house, trance en techno. De derde verdieping... jaren 80. Vierde verdieping R&B. De vijfde verdieping lounge. Ik kan niet van uitgaan. Nu ook niet. Wat een rare gast is het ook. Goedemorgen. Het is dag 8. Alweer de laatste dag van de roadtrip. Vandaag vertrekken de jongens naar Cesca Lipa of zoiets. Omdat we een hekel hebben aan wielrenners, gaat Jeffrey nu de inhoud van een flesje over een wielrenner heen gieten. Nou, we zien dus twee wielrenners rijden. Okay. Ja, hij miste twee keer. Wat was raak. Je hebt wind en zo en je rijdt, daar moet je rekening mee houden. Zoals in Battlefield, Jeffy. Vandaag gaat Robert Veras omtoveren in een echte man. Zoals jullie al hebben kunnen merken is Veras niet echt een drinker. Daar gaan wij veranderingen brengen. Ga je het biershotje leren? Zo? Ja. Nou, ik weet niet of ik dat wel durf, dus... Robert. Het gaat niet om durven, het gaat gewoon om doen. Hey, Veras? Ja, dankjewel. Na 7 dagen roadtrip
is iedereen net helemaal zat. Ik ook. Wat een kutwijk is dit toch ook. We zijn allemaal moe. We zouden eigenlijk nog een dag blijven. Maar we willen echt vanavond naar huis. Robert wil nog één dag blijven. De jongen is niet. Robert heeft net de auto gepakt, want hij is boos. Kut. Ik heb de tijd van mijn leven op het moment. Die man heeft mij gewoon eigenlijk deze hele roadtrip om mijn zenuwen gewerkt. Onze jongens gaan de binnenstad in. Robert gaat slapen in de auto, maar niet voordat hij gebloot heeft. Yo, ik heb net echt een fucking dikke joint gerookt hier in Tsjechië. Erik wil voordat hij weggaat tenminste één leuke meid regelen. I love the Crimson Gem. What is your specialty? Everybody. Like everybody. Oh. Nee. Okay. I love the Crimson Gem. Deze chick heeft echt hele vieze tanden. Nee. I love the Crimson Gem. A cat zijn pima in my mond. The Crimson Gem heeft my finger. I love the Crimson Gem. Oh my god, gay! Hij heeft gewoon de grote smurf gepijpt. Oké, Robert, hou nu maar op met vloggen. Veras, dit is geen vloggen, ja. Ik heb gewoon de camera ergens vast opgezet. Voordat de jongens Jessica Lipa verlaten, nemen ze op toepasselijke wijze afscheid. Ik ga hem afzetten. Yes, top! Thijs is niet heel blij met het graffiti-idee. Ga je serieus? Op klaarlichte dag? Ja. Even, ga jij dat doen? Dus jij wilt het riskeren dat je nu opgepakt wordt? Gewoon nu. Ja, jullie zijn fucking team pussy. Ik ga het gewoon doen. Heel Tsjechka Lipa onderkladderen met graffiti. Robert is inmiddels ook wakker. Goedemorgen. Hallo. Heb je goed geslapen, Joffie? Oh ja, ik heb echt op space. De jongens zijn net klaar met de laatste opnames en willen naar huis. Holy shit. Doordat het raam kan ontspringen. Erik deed net de deur dicht en het glas breekt. Nou, als dat niet een knallend einde is, dan weet ik het ook niet meer. Hij springt zo uit de kamer, man. Ik heb dat gelukkig eerder meegemaakt. We hebben duct tape bij, dus dan krijgen we een mooi duct tape raam. Maar ja, je moet even die shit eraf halen. Robert MacGyver stopt een kartonnen doos en flink wat duct tape in het gat. Dus ik denk dat het iets later gaat worden. Ik denk dat jullie misschien wel weer wakker zijn tegen de tijd dat ik thuis ben een keer. Ja, het kan gebeuren. Always look on the bright side of life. Zoals je kan zien geeft de TomTom 7 uur en 48 minuten aan. Wij gaan natuurlijk proberen die tijd te verbeteren. Op naar huis, weg uit dit stinkgat. Dit was gezellig. Mijn naam was George. En ik ben Melle. Uh-huh. Later.